Nancy van der Ven. Wereldkampioen BMX, dat is de hoogste motocrossklasse voor vrouwen. Nancy, waar zijn we? We zijn op het kamp in Vlissingen. Hier zo leven mijn ouders, mijn honden, iedereen hier zo is... ik ben door iedereen omringd hier zo, dus ja, het is echt een topplek. Kan je vangen? Ja, dat hoop ik. Hallo, ik ben Levi. Hoe ben je erop gekomen om deze sport te doen? Het is allemaal begonnen bij mijn broer. Die ging eerst crossen. En sinds ik eigenlijk een baby ben, ga ik al mee. En sinds ik weet dat ik zelf ook op een motor pas, wou ik zelf wel crossen. Hoe erg heeft het jou geholpen, denk je, dat je je hele leven al rondom de cross was? Ik moest eigenlijk aan mijn ouders smeken van, krijg ik alsjeblieft een motor? Ik wil ook zo graag. Maar ze zeiden, nee joh, is niks voor meisje. Meisje hoort niet op crossmotor, veel te gevaarlijk. Oh? Wat zei je dan als je ouders zeiden van, nee, dat is niks voor meisjes? Dan zei ik, ja, maar pap, ik wil ook zo graag crossen. En toen had ik ze eindelijk om en toen ging ik crossen. Hoe ben jij zo goed geworden in motocrossen? Doei! Dat is schattig. Ja, ervoor gaan, ervoor leven, uren van training, tegenslagen, maar ook mooie momenten. En ik denk dat dat iemand wel maakt tot wie die is en wat voor prestatie die kan leveren. Nou, dit is onze motorschuur en dit is de motor waar ik vorige week wereldkampioen op ben geworden. Dit is hem? Ja, deze hebben we meegenomen uit Italië vanaf mijn team en die gaan we thuis houden. Dit shirt, dat heeft mijn sponsor voor me gemaakt. Zou je dan ook echt met een gouden 1 gaan rijden volgend jaar? Ja, ik denk eigenlijk wel als je, ja, niet zo glittergoud, maar ik denk dat je wel een gouden 1 dan achterop zou zetten. Maar dat weet ik nog niet zeker. Als jij dan op die baan zit, hè, op de motor, wat voor gevoel krijg je dan? Ja, dat is gewoon een gevoel wat zo speciaal is dat je dat eigenlijk altijd wil. En ik weet ook zeker dat het wel iets verslavends is, zeg maar. En als je dan zo keihard rijdt, is het dan ook niet een beetje eng? Nee, ik vind het niet echt eng. Daar moet je niet veel over nadenken. Ja, daar ben ik de tel van kwijtgeraakt. Ik denk dat ik te vaak op mijn hoofd ben gevallen om dat nog te weten. Ik val eigenlijk misschien elke trainingsdag wel een keer. Je wordt zeg maar een goede crosser door vallen en opstaan. Hi Nens, hoeveel botten heb je gebroken? Doei! Ik heb allemaal van die stomme dingetjes gebroken, zoals de knokkel van mijn pink, mijn grote teen, mijn pols, mijn duim. Ik heb mijn onderbeen verbrijzeld. Is het wel gezond, motocrossen? Nee, nee, dat zeker niet. Het is allemaal niet slim. Ik zat na 2 maanden en 7 dagen na mijn been verbrijzeld te hebben weer op de motor. Jeetje, vind ik best heftig. Ja, is het ook. Oh, big crash there from Van der Ven. Hoe voelt het dat je eindelijk wereldkampioen bent? Oh, dat is wel echt een mooie vraag, ja. Een geweldig gevoel. Ja, het is eigenlijk nog steeds een klein beetje ongelooflijk, zeg maar, dat ik echt wereldkampioen geworden ben. Want daarvoor ben jij 5 keer... tweede geworden. Emoties waren ook groot dat ze nu eindelijk wel die wereldtitel te pakken heeft. Het is zo klote omdat ik zo vaak zo dichtbij geweest ben. Niemand kan je troosten, weet je wel. Het is echt, echt traumatisch. En dan ben je nu wereldkampioen. Hoe groot was het feest? Ze stonden daar met confetti-kanonnen, met de champagne, die stonden ze daar zo leeg te spuiten. En kom jij dan juichend over de finish? Nee, ik zat echt te huilen. Ja. Ik zat echt zo van, oh, ik kan het echt niet geloven dat het eindelijk is gelukt. Dit is mijn prijzenkast. Zo. Met bekers van het WK. En dit is mijn medaille die ik heb gewonnen bij het WK. Wat zou je willen zeggen tegen Nederlandse meiden die ook denken van, dit wil ik eigenlijk ook. Ja, als jij een droom hebt, ga ervoor. Als jij dat wil en je denkt dat je dat kan, overtuig mensen om je heen er gewoon van en ga het gewoon proberen.